Hallo, welkom op deze nieuwe aflevering van BTV. De korf die ik vast heb is 40 jaar oud en die heb ik zelf gemaakt. Onder begeleiding van een docent, Imker, die zeer gedreven was om zijn cursisten les te geven wat betreft korfvlechten. Dit is een korf die ik gebruik, al jaren gebruik, voor het scheppen van zwermen. En spijtig begint zij de tand destijds te kennen. Ze begint uit te rafelen, maar het is mijn trouwe partner bij het scheppen van de zwermen. Dus ik denk nog steeds terug aan die docent. Die leeft dus een stuk verder in mijn geheugen. Met BTV gaan wij markante imkers in het daglicht stellen. En we beginnen internationaal, we beginnen in Noord-Nederland, in Flevoland, waar Rob Trist een missie heeft. Hij is niet alleen korfvlechter en hij wenst het oude ambacht van het korfimkeren terug in gang te brengen. Maar daarnaast heeft hij een visie die hij wil vertonen en aankondigen aan de omgeving. Dus we kijken naar de reportage. Nou, ik ben Rob Trist, is mijn naam. Klinkt triest, maar ik ben blij. Geen bij, maar blij. En ik ben 61 jaar en sinds 1996 ben ik bezig met imkerij, zeg maar. Dat ik meeloop met imkers. En sinds een jaar of 4, 5 ben ik bezig met mijn eigen volken. En we onder andere het korfvlechten, wat dus een huisje is voor die bijen, voor die honingbijen. Dat is wat ik als daginvulling wat ik doe. Ja, ik woon hier in de buurt en in Biddinghuizen. En dat om een idee te krijgen, dat ligt vlakbij Lelystad tussen Dronten, bij Dronten. En ik kom eigenlijk door het hele land. Niet alleen in Nederland, maar ook in Vlaanderen. Dus waar ik ook les geef. En waar imkerij en korfvlechterij.
Ja, vanaf het begin af aan heeft me dat, vond ik de bijen heel agressief, merkte ik. Dat je er dus eigenlijk niet bij kon. En dat vond ik niet leuk, want het moet een hobby zijn, ja, wat toch die zachtaardigheid, die ontbrak een beetje. En toen ben ik eigenlijk zeg maar bij imkers gekomen die dan specifiek bijvoorbeeld bukvast hielden. En die waren wat zachtaardiger. Maar ik hou dus sinds 4 jaar mijn eigen bijen. En ik kan eigenlijk, als ze op hun eigen honing zitten, min of meer geen onderscheid vinden in de zachtaardigheid van zeg maar een intilt bij. Ik zie daar geen verschillen in als ze op hun eigen voeding zitten. Dus dat is een beetje mijn ervaring. Ik heb ook in een tiltgroep gezeten. En ging het dus specifiek over buckfast. Maar nogmaals, ik zie geen... mij maakt het eigenlijk niet zoveel uit met welke bijen ik werk. Het is bij mij allemaal zachtaardig, in principe. Ja, ja, het is zo dat ik werk dus als vrijwilliger. Als vrij en willig. Voor de natuurorganisatie. En die willen eigenlijk educatie op voorhand. En het probleem was dat je dus niet eigenlijk zwermen, dat willen ze niet. Dus toen dacht ik van, weet je wat, laat ik beginnen met bukvastbijen. Omdat die getild worden op zachtaardigheid onder andere. En toen heb ik dus op die manier, zo ben ik met die bukvast in aanraking gekomen, dat ik dus voor het landschap werk met bukvastbijen, raszuivere bijen. Dus, en toen kwam ik dus op andere standplaatsen, waar ik dus mijn standplaatsen heb. En daar hou ik wel bijen, bijvoorbeeld in korven. En die worden niet geselecteerd op, dat is gewoon... Ja, wat ik binnenkrijg en wat er komt. En zodra ze leven op hun eigen honing, dan komt die zachtaardigheid bij ieder volk komt terug. En dat is wel benoemenswaardig, dat dat toch wel heel, dat dat eigenlijk onbekend is bij de imkers. Omdat hun vaak bijvoeren. Dus voordat je begint met imkeren, moet je eerst je draggebied bepalen. Dat betekent bloemen van februari tot oktober, november. Als je die bloemen niet hebt, kan je ook niet imkeren. En wat de imkers dus nu doen is, ze zetten gewoon kasten neer. En ze gaan gewoon, en dan niet 1 of 2, maar vaak ook tientallen, of dat er imkers bij elkaar zitten. En dat er dus geen voedsel is voor hun. Dus geen bloemen. En dan, of meestal maar 1 of 2 soorten bloemen. En als 1 van die soorten uitvalt, ja, dan zitten ze nog maar op 1 soort. En vervolgens krijgt de agrariër, de boer, die krijgt de schuld vanwege de bijensterfte. Maar ik heb daar grote vraagtekens bij, omdat ik heb geconcludeerd dat die boer, die agrariër, die heeft Nederland groot gemaakt door middel van de export. En dat hij eigenlijk niet veel te verwijten valt, omdat hij is kostwinner. En als wij willen dat die boer bloemen zaait, dat doet hij wel, maar dan moeten we hem compenseren. Dus ik heb eigenlijk een samenwerking met die agrariër gedaan, met bolleboeren. En dat is een groot succes geworden, omdat ik zorg voor natuur. Dus ik sta daar vlak bij de duinen. Dus daar heb ik wilde bloemen, dus een natuurzone. En daarnaast heb je die boer. Maar op het moment dat die bij voldoende voedsel in zijn eigen kast heeft, Dan krijgt hij dus die weerbaarheid van die honing. Dus die enzymen, die mineralen, eiwitten, vetten, oliën en noem maar op. En dat geeft die weerbaarheid van die bij. En dat maakt hem sterk. En dan wordt hij ook selectief. Dus op het moment dat hij voldoende voedsel in zijn kast heeft, dan ik heb geen last van bijensterfte. Ik heb nergens last van. Dus ik moet zeggen dat het fantastisch gaat. Mensen zijn heel geïnteresseerd. Kunnen bij de bijen komen. Kunnen de honing proeven in de kasten. En ja, het is gewoon fantastisch. Zoals die natuur
als je dat met rust laat en als je daar respect voor hebt, dat je dat terugkrijgt en dat je dat aan kinderen, dus voor de volgende generatie, door kan geven op die manier. En dat is dus ook waar ik nu mee bezig ben, een huisje aan het bouwen voor die honingbij. Want uiteindelijk, het feit dat hij in een boom gaat zitten of onder een zadel van een fiets, zo'n zwerm, betekent eigenlijk dat hij geen huisje heeft. En we zijn volop bezig met insectenhotels en weet ik. Maar voor die honingbij hebben we geen huisvesting. En dat is dus wat ik maak. Dus het oude, authentieke korfvlechten, dat moet behouden blijven volgens mij. Zodat de nieuwe generatie, dat oude ambacht, dat nog steeds bestaat. En het feit dat het nog steeds bestaat, betekent dat het belangrijk is. Anders zou het niet meer bestaan. En dat het behouden blijft. En dat het ook ondersteund mag worden door de overheid. Dat je zegt van, jongens, die mensen die het nog kennen en kunnen, kom op, laten we die inzetten om het voor te zetten. Ja. Dus dit zijn de oude, authentieke korven die hier in Nederland gebruikt zijn. En waarvan, die hebben allemaal een geschiedenis. Maar ik houd me dus bezig met de gewone korf. En mijn korf is wat dikker dan normaal. En waarom? Omdat die dus een goede isolatiewaarde heeft in de zomer, zowel als in de winter. En ik moet zeggen dat de bijen het fantastisch doen met die korven. Door mijn beperkingen gebruik ik ook polystyrene kasten. Maar dat komt dus door mijn beperkingen, dat ik op twee manieren kan imkeren. Door middel van dat korven en door middel van dat kast imkeren. Maar ik moet zeggen dat korven imkeren, dat is fantastisch. Maar dan betekent wel dat met dat honingoogsten, dat je dat laat voor die natuur. Dat je die korf in je tuin zet, net als een vogelhuisje, en de boel laat. Dus enkel voor die natuur. Dus om respect voor die natuur. En dat je dan naast dat insectenhotel ook een bijenkorf zet. En dat mag best wel wat meer gebeuren. En natuurlijk, dat gaat zwermen. Maar dat je dan van daaruit naar een imkercursus gaat. En dat vak als imker, dat goed geleerd wordt. Ja. Nou ja, er zijn in Nederland heel veel soorten bijen. Waarvan, dat zijn de meeste, dat zijn allemaal individuen. Dus dat zijn de wilde bijen. Die hebben een forageergebied van 40 tot maximaal 500 meter. En één daarvan, dat is die honingbij van al die soorten. En hij onderscheidt zich dat hij honing kan maken en dat hij een kolonie heeft. En je ziet dus vaker dat er dus ergens een zwerm in een boom zit. Of onder een zadel van een fiets of op een tuinhekje. En dat betekent eigenlijk dat ze geen huisje hebben. En dat is wat ik maak. En vervolgens geef je dus een huisvesting voor die honingbij. Dus door middel van die kolonie die zich dan in dat huisje kan vestigen. En dan moet je eigenlijk met zo'n korf hetzelfde doen als een vogelhuisje. Dus de boel met rust laten en gewoon die natuur zijn gang laten zijn. En dat, als respect voor die natuur, dat je dat gewoon zijn gang laat gaan. Het is dus zo dat ik korfvlechtcursussen geef door het hele land en ook in Vlaanderen. En zo'n dikke korf, dat zou in het begin nog niet zo meevallen, want daar moet je toch wel heel veel ervaring door hebben. En die ervaring is vooral die praktijk. En ik geef dus korfvlechtcursussen. Je moet tellen dat zo'n cursus zo'n 16 uur duurt. En na die 16 uur ga je met een korf naar huis. Nee, u ziet in die materialen dat dit is roggestro. Je kan het ook zien aan de aarde. Dus hier zitten de granen in. En ik werk met vlechtband, dus dat is bamboe. Ik oogst dit uit de directe omgeving. Dus dit komt van Schokland af, het voormalige eiland, waar ik ook imker ben en korfvlechter. En
Ja, nou, dat is eigenlijk waar die... En dan een vlechtnaald, dat zijn de materialen die je nodig hebt om zo'n korf te kunnen maken. En je doet er in totaal, ik doe er zo'n 12 uur over om zo'n korf te maken. Ja, dus het is een tijdloze bezigheid. Het is niet alleen goed voor die natuur, maar ook... wij zijn een onderdeel van die natuur, maar het is ook goed voor onszelf om tot rust te komen. Want tegenwoordig heeft niemand geen tijd meer. Ik zeg altijd op de cursus, doe je horloge af en doe je laptop of je telefoon aan de kant. En kom gezellig korfvlechten en laat die tijd los. En ik geef al aan wanneer het weer tijd is om te vertrekken. Maar dan zie je ook dat mensen dat gewoon geweldig als rust ervaren. En wat is het niet mooi om zo'n korf in je tuin te zetten. En dat je dan uiteindelijk, dat je daar een volk in hebt. Die mensen zijn zo content, zo tevreden. Je moet ze wel onder dak zetten. Dus dat betekent dat je 4 palen in de grond. En dan op navelhoog, dus zo'n 50 centimeter uit elkaar in het vierkant zet. En dan op navelhoogte een plateau maakt. Waar je die korf opzet en dan palen door laten lopen, rondom wat pellethout en dan een dakje erop. En dan is dat, zo'n korf is onverwoestbaar. Dat doe je je hele leven mee. Ik denk dat het goed is voor iedere imker dat hij dat korfvlechten, dat hij dat gewoon leert. Dat gewoon een basis, dat in het pakket, dat denk ik dat om ook die liefde te krijgen voor die natuur. Dat je iets gaat bouwen om straks ook iets mee te gaan werken. En niet alleen maar kopen, 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 maar dat het ook... en op die manier ook behouden blijft. Want ik neem aan dat je toch wel een beetje van die bijen houdt om... dat ook wat meer wordt als je dat daar iets voor doet, zeg maar. Zo, we hebben kennis gemaakt met Rob Trist. We hebben het werk van zijn korfvlechten bekeken. Maar zijn missie gaat veel verder. Hij heeft een visie op de omgeving van Flevoland en de drachtplanten die er kunnen zijn voor de insecten. Neem nu als voorbeeld de Knarreldijk. De Knarreldijk is een dijk die niet meer in dienst is. Ze heeft jaren het binnenland beschermd ten opzichte van de zee. Maar aangezien het land bijgekomen is, ligt die Knarreldijk er nu als een groen, monotoon lint van grassen. Hij heeft daar een ander beeld van. En dat beeld wil hij tonen. Ik wil u zeggen, de Knarreldijk, wat als? Als de dijk leefgebied wordt voor vele nuttige en interessante insecten, dat zorgt voor meer kleur en natuur, voor nieuwe energie en functies voor de landbouw en recreanten. Langs een kenmerkende, rechte Flevolandse lijn. Met een zee aan landschapsbeelden en natuurwaarden.
Als een rups zien wij de vervaagde groene lijn verpoppen tot een natuurlijke en kleurrijke drager van de Flevolandse geschiedenis. En van haar toekomst. Wat die natuur ons biedt. Maar wij moeten wel, voordat we imkeren, moeten we eerst zorgen voor dat drachtgebied. En nogmaals, als we dat niet hebben, dan moeten we met minder kasten moeten we gaan staan. En ons best doen dat er rondom, dat er dus ingezaaid gaat worden. Dat er bomen gezet worden en niet zomaar een boom. Maar dan denken aan een drachtboom. Dus dat er een variatie komt. Ja, in die planten, in die bloemen en in die bomen. Zodat dat die biodiversiteit, dat die weer aangesterkt wordt. Dus daar kunnen we allemaal aan meewerken. En niet iedere keer de overheid de schuld geven. Of instanties of wat. Nee, als je iets wil veranderen, moet je beginnen bij jezelf. En dat is, dat is toch wel wat wij als burger, wat wij kunnen doen voor die natuur. Minimaal. Ja. Zo, dit is dan de korf die gebruikt wordt in de korfimkerij. En zoals u merkt, en zeker zoals ik merk aan het gewicht, is dit een gans andere constructie als de zwermkorven die wij gewoon zijn in Vlaanderen. Het is ook gebleken, volgens de nieuwe wetenschappelijke inzichten, dat bijen die gehuisvest zijn in dergelijke korven minder vatbaar zijn voor de gangbare ziekten in de imkerij. Dus de bijen voelen zich blijkbaar wel beter bij een dergelijke korf. We gaan de mensen in Vlaanderen die geïnteresseerd zijn de mogelijkheid bieden om een cursus te volgen voor het vlechten van dergelijke korven. Rob Trist van de reportage komt naar Vlaanderen en komt lesgeven aan de geïnteresseerden. De cursussen zijn beperkt tot 8 personen per cursus, dit om de kwaliteit te kunnen garanderen en om ervoor te zorgen dat u na 2 dagen cursus met een dergelijke korf naar huis kunt gaan. Deze cursussen worden aangeboden via de VBI-webshop. Dus houd de webshop in de gaten indien u interesse hebt. Zo, dit was het voor deze reportage. We zien elkaar terug volgende keer.